Toen ik hier binnenkwam, merkte ik gewoon dat het een hele fijne plek is om te werken met fijne mensen. Het werk wat we doen, geeft je ook voldoening. Wat doet een uitkeringsdeskundige bij UWV? Uitkeringsdeskundigen die verzorgen, beoordelen en het betalen van de WW-uitkering. UWV is een organisatie met veel divisies. Een uitkeringsdeskundige valt onder de divisie uitkeren. Deze divisie handelt uitkeringsaanvragen af en zorgt voor de betaling. Ook is uitkeren verantwoordelijk voor het innen van een eventueel te veel ontvangen uitkeringsbedrag. Wij zorgen ervoor dat mensen die in een tussenfase zitten van het ene naar het andere werk ook gewoon inkomen hebben. Mensen moeten gewoon de huur en de boodschappen kunnen blijven betalen natuurlijk. Ieder dossier is anders, iedere klant is anders, iedere situatie is anders. Dus om dan echt te gaan spitten en te kijken van, nou, maar hoe moet ik nu dan omgaan met deze situatie, ja, dat maakt het wel uitdagend. Iedereen wil je helpen. Iedereen is gewoon heel sociaal, iedereen is heel open. Mijn collega's voelen meer als mijn vrienden dan echt mijn collega's. Voor mijn gevoel zijn we wel echt één team die ergens voor staat. UWV biedt ook opleidingen aan voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Dat is ook een mooie manier om jezelf door te ontwikkelen. Als je zou willen, dan kun je jezelf heel goed ontwikkelen, ook binnen UWV. Ik ben nu een HBO-opleiding aan het doen, maar ik heb ook een paar jaar gewerkt als teammanager. Ik vind het super dat die mogelijkheden er zijn. Met de coronacrisis hebben we ineens heel veel aanvragen binnengekregen. En mensen die gewoon van de een op de andere dag hun baan kwijt waren. Ja, en dan is het extra belangrijk dat je zo snel mogelijk die mensen in ieder geval kan laten weten of ze recht hebben op een uitkering. Echt met z'n allen schouders eronder en toch zorgen dat iedereen op tijd een beslissing krijgt, maar ook op tijd zijn geld krijgt. Ja, dat geeft wel een kick. Wil jij ook werken met Zinhout? Kijk op uwv.nl/zinhout.